Met rust. De eerste paar minuten dacht ik, hoe we worden overlopen. Ja, ja, dat samenspel dat hadden de dames niet verwacht van de tegenstander, denk ik. Ja. Maar wij komen niet op ons eigen spel. Verdedigers staan goed van de tegenstander, vier man achterin. Kim wordt dubbel gedekt. Middenveld staat goed bij ons. Ja. En we hebben een paar mazzeltjes gehad. Maar goed, bijna eigen doelpunt. Ja, dat scheelde niet veel. Maar we moeten de stand eventjes iets anders gaan draaien in de rust. En ik hoop dat het snel dat eerste doelpunt valt, want dan gaat de wedstrijd iets anders op. Wel voor ons dan. Ja, dat bedoel ik. Oké. Goed zo, de bal. Met zelf doordraaien. Juist. Fleur! Nee! Goed, Matt. Goed,
Goed S. Doen! Ongeslagen en de eerste wedstrijd verslagen. 3-0. Tegenstander dik verdiend. Ja. Het spel van hun was mooier als dat van ons en beter als dat van ons. Dus we moeten ervan leren. Ja. Als één heel zeker is. En meer kan ik er niet van zeggen. Twee doelpunten, ja, die waren, met name de laatste twee, die waren verdiend. Ik bedoel, afwachten met de bal, niet inlopen. Ontbrak iets aan felheid. Ja, minimaal. Tot. Ik ben een beetje verslagen, dus ik ga er niet veel woorden aan vuil maken. Oké. Op naar volgende week. Zo is het, dankjewel. Trainer, eerste nederlaag sinds lange tijd? Sinds hele lange tijd, ja. Eigen fout allemaal. Ja. Gewoon afwachten. Niet naar de bal toe. Ja, nou ja, dan krijg je ze zo in de oren, dat is makkelijk zat. We hebben ze nog duidelijk gezegd, we moeten er gewoon vol in. En veel sneller overspelen, maar het ging vandaag veel te veel individuen, dus ja, dan wil het ook niet. Te koud? Nee. Ik vind, nee, het weer mag je niet de schuld geven, Roem. Kijk, als het 30 graden is, moeten ze ook voetballen. Ja. Nu moeten ze ook voetballen, dus. Maar ja, ze luisteren, ze hebben eigenlijk niet geluisterd wat we gezegd hadden wat ze moesten doen. Ja, en als ze dat misschien gedaan hadden, ja. Hij misschien 1-0 gewonnen, gelijk gespeeld, maar
waren deze grondjes nodig geweest. Maar ja, het is niet anders. Nee. Op naar de volgende wedstrijd. Op naar volgende week. Ja, dan gaan we weer beter, Roel. Dat is goed. Oké. Succes. Yo.